Thank you. Ja, dank u wel, Laura. Waar genoegen om hier te midden van u aanwezig te zijn. De darmen zijn vaak betrokken bij patiënten met EDS. Dus ik ga wat vertellen over mijn ervaring op dit gebied. De afgelopen 10 jaar hebben we behoorlijk wat onderzoek gedaan om de betrokkenheid van de darm beter begrijpen bij onze patiënten met EDS en HSD. Allereerst ga ik in op de anatomie van de darm. Het is een lang kanaal of buis vanaf de mond tot aan de anus. Na de mond, esofaag. En daarna komen we dus onderaan, hebben we een klep. En dat gastro-oesofagale junctie. En als dat open gaat, kan het lichaam naar beneden gaan, in de maag terechtkomen. En dat is een soort mixer. Het voedsel wordt gemengd daar. En net zoals je thuis smoothies maakt met een blender. En de voedselbrokken worden kleiner gemaakt. Geleidelijk aan gaat het naar de kleine darm toe. De dunne darm toe. En daar is de spijsvertering. En daar worden de voedingsmiddelen geabsorbeerd. En wat je niet nodig hebt, het afval, gaat naar de dikke darm. En deze dikke darm is ook behoorlijk lang. Waarom is hij zo lang? Omdat hij al het water moet absorberen dat aanwezig is in het afval. Dat in de darm terechtgekomen. Dus het water wordt geabsorbeerd daar in deze dikke darm. En dan komen we daarna aan de onderkant uit bij de rectum en daarna gaat u naar het toilet en gaat alles er als ontlasting uit. De darm bestaat uit verschillende lagen. Laten we eens even kijken naar een dwarsdoorsnee. Even kijken. Laten we kijken naar die eerste cirkel. Binnenste, dan hebben we daar lumen, het binnenste gedeelte. Daar zit het voedsel en we zien daar die vingerachtige gedeeltjes. Dat vormt een onderdeel van deze dunne darm. En met deze elementen wordt het voedsel en de voedselingrediënten herkend en worden geabsorbeerd. Daaromheen hebben we de submucosa. Dat is een laag met zenuwen. Er zitten ook klieren in. En dan hebben we 2 spierlagen. Een binnenspierlaag en een buitenlongitudinale spierlaag. En ertussen zit nog een zenuwplexus. Dus er is behoorlijk wat zenuw aanwezig in de darm. En deze zenuwen zijn echt goed aanwezig, net zoals in de ruggengraat. Het is eigenlijk een klein hersenen van het lichaam. Het staat in contact met de hersenen via de zenuwen. Hè, die contact met elkaar hebben via de darm met de hersenen. Laten we eens kijken naar verschillende secties. We zien nu waar de collageen is. We hebben vezels van bindweefsel die reis afleggen in de lange spier, de buitenspier, naar het middelste gedeelte waar de zenuwen zich bevinden. En waar de zenuwen zich bevinden, kunt u het hier zien. Daar hebben we die plexus daar. En daar zitten de belangrijkste zenuwen. En rondom deze zenuwplexus zijn zeer veel collageen- en elastinevezels. Dus, als we kijken naar de structuur, bij het bindweefsel is het zo dat collageen, elastinevezels veelvuldig daarvoor komen. En ze bevinden zich in de darm ook zeer vaak dicht bij de zenuwen. Dus als er een probleem is bij de collageen, is het zo dat het zenuwsysteem van de darmen misschien niet goed functioneren. En dit kan dus tot problemen leiden. Dus darmproblemen zouden kunnen zijn. Kunnen oorzaak kunnen zijn van EDS. Dat is eerst beschreven door professor Graham en dokter Hakim in 2004. Toen werd er gezegd dat het aantal symptomen dat samenhangt met EDS,
En u kunt zien, dat heb ik hier trouwens ook met een cirkel aangegeven, dat HEDS-patiënten zeer veel problemen hebben op het gebied van maag- en darmproblemen. Maar er is meer werk gedaan. Het is een samenvatting van alle gegevens die gepubliceerd zijn tot aan 2017. Het geeft aan dat er verschillende symptomen spelen en die samenhangen bij patiënten met HEDS en EDS. Zoals u kunt merken is het zo dat zeer veel symptomen aanwezig kunnen zijn in het maag- en darmkanaal. Een aantal komen veelvuldiger voor. Misselijkheid is een veelvuldig voorkomend symptoom bij de patiënten. Tussen 32-70% van de patiënten klagen hierover. Ook brandend gevoel doet zich ook vaak voor, omdat eten naar boven komt, dat de slokdarm komt. Bloting komt ook vaak voor. En verder ook nog niet goede spijsvertering komt ook vaak voor. Soms leidt het tot pijn, gastrische pijn. En dat is ook prevalent bij 80% van de patiënten. En hebben ook mensen zich vol voelen na een maaltijd. Komt ook vaak voor. Verschillende soorten van gebrekkige spijsvertering. En ja, de mensen voelen zich dan opgeblazen. Nou, dit komt, is nogal prevalent bij de patiënten die wij dus behandelen. En maagpijn, buikpijnen. Ja, 52% van de patiënten klagen over eigenlijk buikpijn. En dit hebben we bij ons dus zo gezien, onze klinieken. Als we kijken naar darmproblemen kijken, dan is dat ook nogal veelvuldig. Mensen hebben vaak ook congestie in de darmen. Daarna hebben ze diarree. En daarna is het weer moeilijk om naar de toilet te gaan. En deze hele cyclus doet zich dan vaak voor. Recentelijk document is gepubliceerd, een paar weken geleden trouwens. En daarin wordt de prevalentie van symptomen en diagnoses vergeleken bij patiënten met HEDS in vergelijking met alle andere soorten EDS. Wat kunnen we uit vernemen? Er is geen verschil tussen de type symptomen aanwezig bij de mensen met HEDS in vergelijking met de mensen die een andere EDS hebben. Dus de patiënten hebben vaak prikkelbare darm. Dat komt bij verschillende soorten EDS vaak voor, tussen de 50% en 55%. Dyspepsia heeft betrekking tot de gebrekkige spijsvertering, komt vaak voor. 55% van onze patiënten klachten hierom. Het gaat om HEDS-patiënten, evenals EDS-patiënten. Cyclisch overgeven is ook een symptoom dat prevalent is. Mensen geven plotseling over, daarna kalmeren ze. En dan hebben we periodes zonder overgeven. Dat duurt weken, maanden. Plotseling gaan ze weer dagen achter elkaar overgeven. Dat cyclisch overgeven vangt vaak ook samen met migraine. En dat gaan we dadelijk nog verder bespreken. Dus ja, als we nu eens even kijken naar de darmproblemen en kijken of wij ze kunnen opsplitsen in verschillende categorieën, dan zou ik zeggen dat we ze kunnen categoriseren als mechanische problemen, sensitieve darmen en ook irriteerbare darmen en lekkende darm. Hè? Dus mensen kunnen verschillende soorten problemen met de darmen, maar je kan ook een enkel probleem hebben met betrekking tot deze darm. Als we even kijken naar mechanische problemen in de darm, kom ik vaak met dit voorbeeld. Je doet gewoon de kraan open, bijvoorbeeld in de keuken. Het water komt uit de kraan simpelweg omdat er een metalen buisje is. En daardoorheen wordt het water geleid naar je beker. Als er een rubber buisje is, is het zo. Dat je een slang hebt bijvoorbeeld, dan komt het water er niet zo snel uit, hè, zoals het zou moeten zijn. En dat is een natuurwet uit natuurkunde. Hè. Als er een stijvere buisje is, dan is de stroom van het water sneller. En als het hebben over het niet goed functioneren van de spieren hebben, en als het probleem is, met betrekking tot de bindweefsel, zenuwen en andere elementen, zou het zo kunnen zijn dat de stroom minder sterk is.
dan is het zou kunnen zijn dat het alles langzaam door de darm gaat. En dus de darm kan dus soms ook wat slapper zijn, rekbaarder zijn. En staat vaak zo bij het onderste gedeelte van de darm. Vaak heeft hij daar een ballonvorm, is die wat breder qua diameter dan normaal gesproken. Er is een kleine groep patiënten waarbij er een kortere of langere darm is. Maar dat komt niet altijd voor. De meeste patiënten hebben geen andere lengte van darm. Soms leidt dit tot problemen qua beweging van de persoon. Vaak is een darm niet langer zou moeten zijn, maar is die wel vaak rekbaarder, elastischer. En als we een colonoscopie uitvoeren, een darmonderzoek uitvoeren, dan is het vaak zo dat daarvoor komt dat de mensen een lange opgerolde darm hebben. En dat doet zich vaak voor bij patiënten die lijden aan EDS. Als we even kijken naar zuur, dat weer terugvloeit, dat is ook zeer prevalent onder onze patiënten. En dat is ook te wijten aan verschillende factoren. De slokdarm duwt niet alles naar beneden. De maag werkt langzaam. De communicatie daarvan leidt ertoe dat het zuur weer naar boven komt in de slokdarm. Omdat het langer dus in de slokdarm blijft. En die klep werkt misschien niet zo goed. De beweging in de slokdarm is niet zo goed. Het zuur gaat naar boven, gaat niet zo snel naar beneden. Als gevolg daarvan is het zo dat er meer symptomen optreden. En vaak zien we een ontsteking ook niet in de slokdarm. We zien zeer veel symptomen die samenhangen met de reflux. Maar vaak is het niet zo dat er sprake is van een ontsteking. Verder is ook probleem met het doorslikproblemen. Het lijkt als of het voedsel vast blijft zitten in de slokdarm. En hoe komt dat? Nou, als je het voedsel dus opslokt, wil verteren, is het zo, dan is het zo dat met golven, als er de slokdarm naar beneden gaat, er zijn studies uitgevoerd waaruit blijkt dat heel veel mensen die lijden aan HEDS, de beweging van de slokdarm, zwak kan zijn. Het kan leiden tot het slecht doorslikken van het voedsel. We hebben ook gekeken naar het feit dat er ook dyspepsie kan zijn die functioneel van aard is. In het verleden heeft men hier nooit goed naar gekeken. Men wist niet wat de oorzaak daarvan was. Patiënten hebben soms een brandend gevoel, hebben pijn wanneer ze eten en in het bovenste gedeelte van hun buik hebben ze wat pijn, een brandend gevoel. En dat heet functionele dyspepsie. Misselijkheid, overgeven is prevalent. De mensen voelen zich soms ook in hun buik geperst. En verder ook zo dat er een opgeblazen gevoel is. Die mensen voelen zich dan gewoon vol na een maaltijd. Dat kan ertoe leiden dat mensen eigenlijk merken dat de buik wat breder is geworden. Als de buik breder worden, moeten we kijken naar wat de oorzaak daarvan is. Dat is van belang om na te gaan. Als we nu kijken naar de gebrekkige spijsvertering, dan kan die samenhangen met problemen, brengt tot het legen van de maag. Dat is soms voor bij onze patiënten. Soms wordt de maag snel en de andere keer snel geleegd. Dus soms langzaam en soms snel geleegd. Het is dan zo dat het zuur langzaam beneden gaat en alles langzamer verloopt. Alles gaat dan langzamer vanuit de maag naar het bovenste gedeelte van de kleine darm toe. Dat het problemen hebben met beide soorten hebben. Als die niet goed leeg is, deze maag, dan voel je vol na een maaltijd. En dan kan je soms ook je misselijk voelen en moet je soms overgeven. Maar als de maag snel leeg gaat, alles snel naar de dunne darm gaat, kan je ook vol voelen. Want deze dunne darm is een smallere darm dan de maag. En je voelt dat alles snel naar beneden gaat, kan je ook ongemakkelijk voelen. Kan je dus ook opgezwollen voelen,
pijn ervaren en eventueel je misselijk voelen. Het is moeilijk om daar een onderscheid tussen te maken. Je moet het goed onderzoeken, je moet kijken wie te maken heeft met een langzaam bewegende maag en een snel verterende maag. Goed, constipatie, dat doet zich veelvuldig voor bij onze patiënten. En wat zien we met deze röntgenfoto? Sorry. Nou, de patiënt heeft een aantal merkers hier ingenomen. Dat zien we ook op deze foto. En dan volg je dit 5 dagen. Kijken waar die terechtkomen. Het is een röntgenfoto die gemaakt is op de 5e dag. En dan zou eigenlijk alles uit het lichaam verdwenen moeten zijn. Zoals u ziet hier. Kan ik wat water krijgen trouwens van u? Oké, prima. Goed. Dus op de 5e dag zou alles afwezig moeten zijn. Maar alle merkers zijn nog aanwezig in de darmen, in de ingewanden. En met name aan de linkerkant hier. En de meerderheid van de merkers is aan de rechterkant. Is aan de rechterkant. Hier op de foto is de linkerkant van de darm. Het meeste bevindt zich in het bekken. Dus zijn problemen, maar tot het legen van de maag. De doorgang is normaal gesproken vaak normaal. De merkers komen dan in de bekken, in de rectum terecht. Dan is het moeilijk om verder alles te legen. Het kan te maken hebben met de bekkenbodem. Daarin beweegt alles misschien niet snel. Misschien gaat alles daar traag. En bovendien is ook nog zo dat er een probleem in de rectum zou kunnen zijn. De rectum, als het wil persen, dan persen niet uit. Maar dan valt alles vanzelf naar beneden. En soms is het dan zo dat de stoelgang toch moeilijk verloopt daar. Ja, en wat zien we hier? De rectum. En wat zien we hier? Hier iets wat misvormd is. En de stoelgang zit vast hier. Je gaat naar het toilet en er gaat wat ontlasting uit, maar je voelt je niet leeg. Simpelweg omdat een deel hier in een bepaalde pocket terecht is gekomen. En je perst dan meer, maar er gebeurt niks. Simpelweg omdat er misvorming is. Uiteindelijk komt alles eruit en dan moet je nog een keer naar het toilet. En de patiënten hebben dus problemen. Als je vaak perst, kan het leiden tot hemorroïden en kan het problemen leiden in de rectum. Want die is wat rekbaarder en kan dan ook soms iets naar beneden laten vallen. En dat kan gebeuren als de mensen persen om zich te laten legen. Nou, bij patiënten met ernstige constipatie hebben ze vaak krampen, voelen ze zich opgezwollen en hebben ze ook olieachtige stoelgang. Het is moeilijk om alles eruit te krijgen en het stinkt nogal. Ja, je darm is een soort rivier, het is een buis en eigenlijk moet alles er vlot doorheen gaan. Net zoals het water door een rivier stroomt als het niet zo is en als het stagneert. En ja, je gaat geen water in een bos drinken uit een vijver. Want stilstaand water, ja, dat is niet goed om te drinken. Er zitten bacteriën. Deze bacteriën, hetzelfde geldt ook voor de darmen, zijn miljoenen bacteriën. En die vormen onderdeel van een gezond ecosysteem. Zo wordt ook het immuunsysteem gereguleerd. Maar als deze bacteriën dus ongezond worden, dan is het zo dat de darm ook ongezond wordt. Je kan dan ook een lichte ontstekingen krijgen. En het is dan zo dat er een fermentatie van het voedsel kan plaatsvinden als gevolg van de aanwezigheid van deze bacteria. Met name betrekking tot de koolhydraten. En die worden vaak ook gezien als de specifieke soorten koolhydraten. En dat kan leiden tot ongemak, pijn, opgeblazen gevoel enzovoort. En daarom moet deze bacteriën soms behandeld worden. Maar het gaat erom dat de functie hersteld moet worden. Je kan proberen die bacteriën te behandelen, maar
als iemand constipatie heeft, is het zo, moet je teruggaan naar het begin. Want het is zo dat alles weer vlot moet verlopen. Net zoals in een rivier, als we het hebben over de darm. Anders wordt het probleem niet opgelost. Dan is het zo dat niet alles wordt opgelost en genormaliseerd wordt. Als we het hebben over de irriteerbare darm hebben, de prikkelbare darm hebben, is het zo dat een klein beetje voedsel daarin ook tot veel pijn kan leiden. En we denken dat er 2 à 3 mechanismes hierbij een rol spelen. Hè? We kunnen dus ook een gevoelige darm krijgen. En het is zo dat een aantal patiënten misschien infectie, ontsteking hebben gehad. Gastroenteritis kunnen ze hebben gehad bijvoorbeeld. En die patiënten kunnen dan eerder problemen hebben in de ledematen. En de zenuwen worden dan vaak ook geïrriteerd. En hetzelfde geldt ook voor de darmen. Als er ontsteking is geweest, mensen daarna, als de ontsteking weg is, ook gevoeliger worden. Maar als de informatie van de letsel daar blijft zitten, dan leidt dit tot informatie die later werd opgewekt. De originele ontsteking kan verdwijnen, maar als de ruggengraat zenuw gevoelig wordt, dan kan die lang gevoelig blijven. Hè? En iets kan er heel gezond uitzien, maar de zenuw kan dus geïrriteerd blijven, omdat nu deze sensitisering in de ruggengraat aanwezig kan zitten. Het kan lang duren, kan leiden tot forse problemen, pijn en ongemak. En alle pijn wordt dan ook ervaren in de hersenen, hè, altijd. Een aantal onderdelen van de hersenen worden geactiveerd als het pijnsignaal er is. En als het daarvan is, zodat je deze pijn ervaart. Maar als u stress ondergaat, als u angstgevoelens heeft, dan is het zo dat de perceptie van pijn geïntensiveerd kan worden. En een deel daarvan gaat door de ruggengraat naar bepaalde plekken toe. Normaal gesproken wordt de pijn dan wordt gedempt. De vermindering van de pijn, omdat het naar beneden gaat, tot de ruggengraat, is het zo dat daardoor ook de stress verminderd wordt. Soms is het zo dat de mens de pijn wel voelt omdat er geen remmende werking meer is in de ruggengraat. Als we het pijn willen aanpakken, moeten we kijken wat er gebeurt in de darm. De gevoeligheid van de zenuw in de darm. Want dat kan leiden tot meer een hogere pijnperceptie. En dat leidt weer tot een toename van de perceptie van de pijn. Multidisciplinair moet dit alles worden aangepakt dus. En nu wil ik eventjes het hebben over een andere oorzaak van pijn die ik vaak tegenkom in mijn kliniek. Pijn die voortkomt uit de spieren van de buikwand. En het hangt soms samen met vastzittende zenuwen en de spieren. Er zijn zeer veel spieren in de buikwand of maagwand. We hier hebben de erectus spier bijvoorbeeld. Dat is een spier die er van belang is voor mensen die een buik in de vorm van een sixpack hebben. En ja, we zien hier elke 5 à 6 centimeter een deel van deze spier. En we zien daar ook de zenuwen die door deze spier heen komen. En die gaan door een kanaal heen. En deze zenuwen die gaan door een kanaal in de spier. Dat zien we hier op deze. Die gaan door een kanaaltje heen in de spier en komt dan naar boven daar. En die zenuw kan vast komen te zitten in deze spier. Hè? Soms lijkt het op problemen in je hand. In je hand kan ook een zenuw vast komen te zitten in een spier. Dan heb je problemen daarmee. En dit kan dus ook gebeuren in de maagwand, hè, wat ik net zei. En dat leidt tot problemen. En deze problemen in de spier, in de buikwand, kan leiden tot vastzittende zenuwen. Dat kan behandeld worden met een goede fysiotherapie, lichaamsbeweging. En soms kunnen we ook met steroïden en pijnstillers de zaak behandelen. Dit wordt vaak buikpijn genoemd. En die pijn kan je de hele dag hebben, elke dag hebben. Hè? Maar andere soorten pijn doen zich niet de hele dag voor. Maar deze pijn heb je de hele dag, van 's ochtends tot 's avonds leidt. En als je beweegt, dan wordt het nog erger. Als je gaat liggen, is het misschien wat beter.
Maar als je daarna je buik weer meer beweegt, doet het weer meer pijn. Dus als je dergelijke soort pijn hebt, dan zou het zo kunnen zijn dat je een maagwandpijn zou kunnen hebben. En dat dient te besproken worden met de huisarts. Nu een lekkende darm hebben. Er is geen bewijs dat lekkende darm samenhangt met EDS. Maar het gaat hier om hypothese op basis van de bestaande literatuur. Ik meen dat dit een factor zou kunnen zijn die een rol speelt bij een aantal patiënten met EDS. En als we kijken in gewanden, dan zitten daar cellen in. Dat zijn de bouwstenen van ons lichaam. Die cellen zijn sterk aan elkaar gebonden. Er weinig openingen tussen. En ongewilde voedseldeeltjes, bacteriën enzovoort kunnen dus niet in de bekleding van de dier terechtkomen. Maar als er een ontsteking is geweest, de bacteriën ongezond zijn geweest in de darm, als er veel stress is geweest. Enfin, stress kan ook leiden tot een lekkende darm, daar is bewijs voor al. En om verschillende redenen kunnen de openingen groter worden, hè, tussen de bouwstenen. En dan kunnen voedseldeeltjes er doorheen gaan. Het immuunsysteem geeft dit aan de darm. Die zegt dan dat een bepaald soort voedseldeeltjes niet tot je moet nemen. Maar nu wordt alles niet meer goed geregeld. En dan is er sprake van overactiviteit van het immuunsysteem. Dat kan leiden tot intolerantie betrekking tot voedsel. En dat kan de reden zijn voor voedselintoleranties en voedselallergieën die zich kunnen ontwikkelen bij onze patiënten. We hebben ook gesproken over histamine, histamineactivatie en mestcelactivatie. Daar hebben we het vaak over. Duidelijk bewijs bestaat nog niet. Een aantal mensen hebben zeer veel allergieën, ontwikkelen een voedselgerelateerde symptomen. En bij vaak patiënten hangt de intolerantie niet samen met dit andere factoren leidt tot intolerantie. Bijvoorbeeld intolerantie in betrekking tot koolhydraten. Mestcel is een specifieke situatie. En dit is slechts bij ons alleen aanwezig bij een klein percentage van patiënten. En het is zeer moeilijk om de diagnose hiervan te stellen. En dit is vlak na de maaltijden, krampen, diarree, zeer veel gassen enzovoort. Nou. En als we dan komen bij POTS, daar zien we ook veel symptomen van de darmen. We zien dat er veel bloedvaten zijn bij het maag- en darmsysteem. Goed, we eten. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een lagere bloeddruk hebt, zou je de symptomen nog verder kunnen veroorzaken. Want het bloed gaat naar de darmen als je met de spijsvertering bezig bent. En dan kun je deze symptomen van duizeligheid, licht in het hoofd, vermoeidheid enzovoort. Dat heeft te maken met deze lage bloeddruk. En ook het syndroom van het dumping. Wat betekent dat dumping-syndroom? Dat is ook een veronderstelling hypothese. De maag is ermee bezig het voedsel te vermengen. En dan langzaam gaat het door het kanaal. En het voedsel gaat langzaam verder. En als je dan iets voedsel hebt gegeten dat vloeibaar is, dan gaat het sneller dan als het wat harder voedsel is. Zoals ik al gezegd heb, er zijn een heleboel bloedvaten rondom het maag- en darmsysteem. Als je een koolhydratenrijk voedsel hebt gegeten met veel suiker enzovoort, en het gaat snel omdat het een vloeibaar voedsel was, dan zie je dat de concentratie zeer hoog wordt in de dunne darm. En jullie herinneren zich waarschijnlijk van de chemielessen op school dat je osmose hebt. Osmose, dat is een membraan. Als je grote concentratie aan de ene kant hebt en lage concentratie aan de andere kant van de membraan, dan gaat het voedsel van het hoge naar het lage concentratie
situatie om dat uit te balanceren. Dus als je in de dunne darm hoge concentratie hebt, dan gaat het van de bloedvaten vocht naar de darmen, zodat zich dat in evenwicht kan brengen. En dat heeft te maken met een lagere bloeddruk, omdat er meer vocht van de bloedvaten richting de darmen gaat. Hier zien we dat na 15 minuten ongeveer, of 15 tot 30 minuten nadat je hebt gegeten, omdat op dat moment het voedsel al door de slokdarm naar de maag, naar de darm is gegaan en deze osmose plaatsvindt van het vocht van de bloedvaten naar het maag- en darmkanaal. Wat is de algemene aanpak? We weten dat we een probleem hebben en dat is natuurlijk al heel belangrijk. Je moet uitleggen wat we weten over deze verbinding en zo kunnen we helpen. En zo kunnen ook de arts en de patiënten erkennen wat ze hebben. Dat er een verbinding is tussen alle andere symptomen die ze hebben in het hele lichaam met de maag- en darmklachten. Dat is allemaal verbonden. We hebben al gezegd dat het moet een multidisciplinaire aanpak zijn. Dat zijn dus de verschillende medische velden, bereiken die eraan mee moeten doen. Je hebt de diëtist nodig, de mensen die de pijn managen, de collega's die ook met de fysiotherapie te maken hebben, enzovoorts. Wat we heel belangrijk vinden is het uitsluiten van andere dingen, organische oorzaken bijvoorbeeld, waardoor je deze symptomen hebt. Dat moet uitgesloten worden. Zoals bijvoorbeeld prikkelbare darmsyndroom, in het Engels IBD, de celiakie en dus de gluten syndroom of stoornis en CTD. En je kunt natuurlijk ook wat onderzoeken verrichten. Je hebt natuurlijk de echoscopie. Je kunt de manometrie doen van de slokdarm enzovoorts. Je kunt ook de methaan onderzoek doen van de ademhaling. Er zijn ook andere dikke darm studies en de anorectale studies. Er zijn een heleboel studies om andere stoornissen en aandoeningen uit te sluiten. Er zijn een heleboel patiënten die praten over hun voedingsintolerantie. En het is moeilijk om te zien wat nou het beste is voor elke patiënt. Maar er zijn al wat bewijzen, en dat zal ik in de volgende slides ook laten zien, dat is de FODMAPS-dieet. Dat kan een bepaalde groep van patiënten helpen bij deze darmklachten. Er is ook een boek geschreven en deze FODMAPS-dieet is voor een bepaald type van klachten. Maar we hebben geen echte onderzoeken gedaan, geen klinische onderzoek om dan ook echte bewijzen te hebben. En er zijn ook patiënten waar er echt veel allergieën samenvallen en dat je dat ook ziet bij de voeding, bij het eten en dan hebben we gezien dat ze baat hebben bij antihistamines. Dat zijn de mestcellenstabilisatoren. Dat is medicatie waar ze veel baat bij hebben. Dit is een studie die is kort geleden openbaar gemaakt en gepubliceerd. Je hebt dus al deze symptomen, diarree, ook het opgezwollen gevoel enzovoorts. En dan patiënten met POTS. Daar adviseren wij altijd dat als jij het dumpingsyndroom, wat ik net beschreven heb, voelt en hebt, dan moet je het vaste en het vloeibare voedsel niet mengen. Dan moet je kleinere hoeveelheden wat vaker per dag eten en niet de koolhydratenrijke, de suikerrijke voedsel. Dat moet je proberen te vermijden. En dan heb je natuurlijk ook verschillende medicaties, de mineralcorticoïdes, sympathomimetica zoals midodrine en hormonale medicatie kan ook helpen. Als we nou kijken naar andere voedingsmogelijkheden, enteraal en parenteraal, dat is dus rechtstreeks in het maag- en darmkanaal, dat is alleen bij een heel laag percentage van de patiënten nodig, want ook het falen van deze voedingsmanier is ook zeer hoog. Infecties en pijn. Soms kun je een patiënt nog redden met deze manier van voeden. En dan is een klein groepje van patiënten waar we kijken of ze eetstoornissen hebben die met psychologische thema's, een beetje geestelijke thema's te maken hebben. Dat zijn aspecten die we niet moeten vergeten.
Wel wordt eraan bevolen de opiaten, deze type van pijnstillers, te vermijden. Want daardoor gaan de darmen nog langzamer werken. En dan is het is zeer zeker geen lange termijn oplossing. Nou, gabapentine bijvoorbeeld, zoals de amitriptyline enzovoort, die zijn cognitieve modulatoren van de pijn. Zo, en dan heb je natuurlijk ook de SSRI's, die zijn ook zeer belangrijk, worden vaak ingezet voor de pijnbehandeling. Wat kunnen we nog meer doen om de stoelgang op gang te brengen? Hier ziet u verschillende merken die stimuleren de darm. Die kunnen natuurlijk hulprijk zijn bij het verstopping enzovoort. Er zijn een heleboel merken zoals u ziet, maar dat weet u waarschijnlijk ook. Goed, er zijn niet de allerbeste, sterkste bewijzen voor, maar de probiotica, dat zijn dus de goede bacteriën, die zouden we ook kunnen inzetten. Er zijn ook patiënten die daar baat bij hebben. Om dat nu samen te vatten, betekent dat we werkelijk multidisciplinaire teams nodig hebben. Dat is het allerbelangrijkste voor het management van de EDS-patiënten. En dat betekent dus dat de verschillende medische diensten bij betrokken zijn. En dit zijn de collega's die ik eigenlijk hartelijk zou willen danken voor hun medewerking. Hartelijk dank. Okay, so I'm going to jump straight. Ja, goed, meteen de vragen. Is het normaal om ook andere problemen te hebben met andere organen, zoals bijvoorbeeld bij de galblaas? Ja, het is logisch dat dat kan gebeuren met het hele spijsverteringskanaal. Dus dan kun je ook galblaasproblemen hebben, galstenen hebben en EDS. Ja, hoe is het verbonden? We hebben geen directe verbinding, geen bewijzen daarvoor. Er zijn geen studies die we daarover gedaan hebben. Is het ook normale EDS-patiënten om bij de dikke darmen en andere organen zich bewogen hebben, dat ze zich in het lichaam ergens anders geplaatst hebben? Ja, dat is deze viscerale verplaatsing. Alle organen hangen naar beneden. In het lichaam, in de caviteit, in de ruimte van het lichaam. Dat zijn ook de spieren die dat toestaan. Dat kan ook met de dikke darm gebeuren. We zien het ook bij de bekkenbodem. Kan zeer mobiel zijn. En dat betekent dat in die regio ook een prolaps van de rectum. Daar zie je dus dat de organen op die manier samenvallen. Dat er een soort prolaps is, dat ze verzakken. En wat is uw mening? Hoe kunnen wij het terugvloeien, de reflux, de terugvloeiing van zuren op de lange termijn behandelen? Ja, dat is een goede vraag. Want als je werkelijk een zeer ernstige vorm van terugvloeiing hebt, moet je natuurlijk kijken naar wat je aan dat maagzuur kunt doen. Hè? Aan het voedsel en situaties waar we bijvoorbeeld de maag zeer langzaam ledigt. Hè? En dat kan natuurlijk dit maagzuur ook veroorzaken. Maar op de lange termijn kun je kijken naar de overgroei van de bacteriën. Moet je kijken wat je daaraan kunt doen, deze slechtere bacteriën. En je kunt bijvoorbeeld bij de protonpomp wat doen. Daar is medicatie voor. Als je dan deze remmers van de protonpomp kunt geven, dan kun je daar een goede behandeling aan geven. Nitridine kan ook een goed medicatie zijn. Die hebben wat verzwakter effect. Hè, dat het niet zo agressief is. En je hebt ook de twee blokkers. En dat kan ook iets zijn dat goed is voor de mensen met voedselallergieën. De maag- en darmklachten. Kun je daar ook problemen krijgen met andere organen? Zoals bijvoorbeeld de schade aan de binnenkant van de darmen, zoals bij de celiakie. We hebben meer celiakie gevallen bij de hypermobiele EDS-types.
En er wordt nu onderzoek naar gedaan, maar wij denken dat er zeer hoge celiakie-incidentie kan zijn. Nutritie, voeding. Wat voor aard voedingssupplementen zouden wij kunnen gebruiken om de symptomen te verbeteren en maag- en darmkanaal? Ja, hier moet ik weer zeggen dat we geen echte goede richtlijnen daarvoor hebben. Dus als de hele voeding al niet zo goed is, dan moet je natuurlijk aller aard van mineralen misschien toevoegen. Dat is misschien nodig. Als je al maag- en darmproblemen hebt, magnesium kan ook een behoefte zijn. En patiënten zien daar een goede hulp bij. Maar dat is echt iets dat je moet bespreken met je specialist. Met de voedingsdeskundigen. En dan heb je misschien voedingssupplementen of aanvullingen nodig. Kunnen deze problemen van het opgeblazen gevoel behandeld worden? Dat kan, ja. Is er een reden achter het vaak overgeven van die cyclus die je hebt om van overgeven, kan het verbonden zijn met migraine en hoofdpijn? Ja, de groep die ik zie is de volgende. Migraine, allergieën, voedingsverbonden problemen en klachten van maag en darm. En dan het steeds terugkomende probleem van het overgeven. En dat zou kunnen te maken kunnen hebben met histamine en mestcellenactivering. Met deze patiënten proberen we antihistamine medicatie te gebruiken. En we zien het heel duidelijk bij de migraine verbonden met deze cyclische overgevensfase. Daar zien we duidelijk eigenschappen die zeer gelijk zijn. Vooral de mestcellen zijn daarbij betrokken. In de migraine is het heel duidelijk al gezien dat het hoger is in onze patiënten. Kent u onderzoeken die gegevens verzamelen tussen maag- en darmklachten en EDS? Ja, er zijn verschillende studies wereldwijd precies voor deze twee types, deze associatie tussen maag- en darmklachten en EDS. Dat is behoorlijk goed gestabiliseerd al. Het is goed gedefinieerd. Maar nu moeten we kijken naar behandeling. Als je het verbonden hebt, betekent niet dat het de oorzaak van elkaar is. Dat is een belangrijk punt. We weten nu dat het geassocieerd is. Het is verbonden. Maar waar is de oorzaak daarvan? Niet de een is de oorzaak van de ander. Je moet kijken waar de oorzaak ligt. Ja, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Want ik weet dat u al heel veel onderzoek doet. Hartelijk dank voor uw onderzoeken en voor uw betrokkenheid.